Het is donderdag 12 februari. Hartelijk welkom bij Café Tinto. Deze week geen Alinda Bol, maar ben ik uw presentator. En vandaag in Café Tinto hebben we het over een vaste actie over kamperen en het verhaal van een ex-crimineel. Leuk dat u kijkt. Neem een kopje koffie en blijf vooral kijken. En mijn gasten vandaag in Café Tinto, we missen er nog één, maar er zijn er al twee. Stefan Bol van het Nederlands Dagblad en Martin Touwen van Happy Tent. En straks krijgen we dan Hendrik Kambong, die is nog onderweg. Helaas was daar een misverstand, maar hij zal binnengevlogen worden en dat komt helemaal goed. Stefan, jullie zijn bezig met een vaste actie met het Nederlands Dagblad. Ja, dat klopt. We zijn hem nu aan het voorbereiden. Zodat we straks op 18 februari aan de slag kunnen met zoveel mogelijk lezers. Maar iedereen die de actie een warm hart toedraagt. Heel kort, wat moet ik me daarbij voorstellen? We zijn bezig met een serie over duurzaamheid in de krant. En we wilden eigenlijk de lezers uitdagen om ook de daad bij het woord te voegen. En we dachten, we maken een actie. We gaan energie besparen in huis. Dat is iets waar iedereen aan mee kan doen. Iets wat je kunt meten. Dus je kunt ook zeg maar, met z'n allen een resultaat maken. En we hebben ons ten doel gesteld om samen 15% energie te besparen. En de teller aan deelnemers zit al rond de 300 op het moment. Dus okay. Daar zijn we erg blij mee. 300 van hoeveel abonnees? Een 25.000 abonnees. 25.000 abonnees. Ja. Nou, dat mag nog wel even iets omhoog. Ja, daar kunnen we er nog bij, zeker dus weten. Straks mag je ze alles uitleggen over deze vaste actie. Ja, en ook kijkers van dus, Family 7 kunnen natuurlijk dus gewoon meedoen. een paar keer minder douchen en zo. Daar begint het mee, ja. Geweldig. Is het 15% over 1 jaar gerekend? Of? We berekenen het gemiddelde energieverbruik. We hebben ook echt een organisator van wedstrijden voor. Daar gaan we straks alles van horen. Mag je helemaal uitleggen hoe dat gaat werken. Martin, Happy Tent, vakanties. Hoe snel gaan mensen eigenlijk boeken voor het nieuwe vakantieseizoen? Nou, dat is de laatste jaren wel iets veranderd. Voorheen was dat december, januari, februari. Dan was het echt booming business om een vakantie te boeken. Dat loopt nu iets terug. Januari en februari zijn nog wel hele belangrijke maanden. Ja. En dat wordt ook wat meer last minute gedaan. Dus dan heb jij wat langer vakantie. Ja, dat is een mooie opmerking, want die hoor ik zo vaak. Wat doe je dan in de winter? Ja, maar precies. Wij hebben natuurlijk ontzettend veel werk om een stukje promotie te maken voor het bedrijf. Te zorgen dat alles weer op tijd op de campings aanwezig is. Een stuk een hele grote logistieke operatie. Ja, want heel kort, Happy Tent is? We verhuren compleet ingerichte tenten, mobile homes en lodgetenten op campings in Europa. Frankrijk, Spanje en Italië. Ja, nou geweldig. Het nieuws van Hendrik heb ik niet, maar ik vroeg me even af. Hebben jullie nog nagedacht over die situatie met V&D en blokken enzovoort? Wat vind je daar eigenlijk van? Toevallig waren we zaterdag nog in Amersfoort kleren voor ons zoontje aan het kopen. En dan loop je door de V&D en je ziet enorme rijen staan. Veel mensen aan het winkelen en toch ook al bij de kassa's. Dat je haast verbaast van hoe kan het toch met zo'n bedrijf zo bergafwaarts gaan? Vooral verbazing. Vooral verbazing eigenlijk dat het zo kan. Jij bent zakenman? Ja, kijk, ik vind het zijn oer-Hollandse bedrijven. Hè? Ja. Vroom en Dreesman en Blokker. Met Jan en Jaap Blokker. Ik heb in het verleden een aantal jaren bij Blokker gewerkt. Dus ik ken het bedrijf een klein beetje. Maar het is wel zo dat... Dat vind ik zo jammer, dat de bedrijven zijn op een gegeven moment... Dat is dan niet bij Blokker, maar bij V&D wel. Die zijn overgegaan in een wat meer aandelenstructuur. En dan zie je toch dat er het hart van het bedrijf wordt minder. En dat is jammer, dat is eigenlijk op die manier een bedrijf... Ja, heeft het dan wat veel moeilijker om te blijven bestaan. Hè? Ja. Daar bedoel ik eigenlijk mee, wat ik zo links en rechts hoorde... dat heel veel panden waren van V&D en zijn weer verkocht. Ja. Waardoor ze een heel stuk minder liquiditeit in het bedrijf houden. Ja, precies. En dat is gewoon jammer. Ja.
Nou, nu we toch met het nieuws bezig zijn. Was je zelf nog iets opgevallen in het nieuws? Ja, dat was me wel. Ik kwam hier aan en ik pakte toevallig even het ND. Nederlands Dagblad. Het Nederlands Dagblad, dat pakte ik even. En toen zag ik dan een stukje over positieve woorden. Ja. En ik, ja, dat moeten wij hebben als christenen. Positieve woorden. We moeten niet altijd de uitstraling hebben. We zijn tegen dit, we zijn tegen dat. Maar we zijn voor iets. Maar dat gebeurt toch best wel? Jawel, jawel. Maar je hoort wel eens in de media. We zijn tegen bepaalde dingen. We willen dit niet, we willen dat niet. Hè? Ja. En ik vind dat het heel belangrijk is om juist positief ergens tegenaan te kijken. Ja. Een positieve uitstraling te hebben. Wat God en wat Jezus echt voor je wil doen. Ja. En dat is alleen een positiviteit. Ja, precies. Het bericht was positieve woorden. Mensen gebruiken liever positieve dan negatieve woorden. Ja. Bijvoorbeeld Twitterberichten en dergelijke zijn geanalyseerd. Oké, daar ging het over. Daar ging het over, ja. Ja, ja. Ja, dat moet jij weten. Jij zit natuurlijk bovenop het nieuws. Ja, ja, ja. En valt er dan nog wel eens een keer speciaal nieuws op? Of denk je van, ja, het is allemaal general nieuws, het is allemaal algemeen? Nee, natuurlijk vallen nieuwsberichten hier op. Zeker als je de mensen achter het nieuwsbericht ziet. Dat probeer ik ook altijd wel te zoeken. En ja, dan krijgen verhalen ook wel hun impact. Want jij bent zelf ook een nieuwsmaker, je bent redacteur. Ja. En wat is jouw specialiteit? Mijn specialiteit is eigenlijk de zorg. Ik schrijf veel over bijvoorbeeld die wetmaatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg naar gemeenten. Mensen moeten langer thuis blijven wonen. Daar gaan natuurlijk heel veel verhalen achter schuil. Ja. En ja, volgens mij heel goed om dat te volgen. En juist ook vanuit een christelijke visie. Om te kijken van hoe kunnen bijvoorbeeld kerken dan een rol spelen als mensen toch meer op hun eigen omgeving aangewezen zijn. En was jou vandaag speciaal iets opgevallen? Wat volgens mij toch gewoon een heel belangrijk nieuws is op dit moment de gaswinning die teruggedraaid wordt. In ieder geval in Groningen, een eerste stap gezet. Ja. En vervolgens de Groninger Bodembeweging die zegt van, we vinden het nog steeds niet genoeg. Maar hoe lang dit al speelt. En ik heb zelf ook in een interview ben ik bij een gezin in Loppersum geweest. Die echt met een gestut huis zitten. En daar dus de gevolgen van ondervinden. En ja, dan is dat wel heel goed nieuws om te zien dat er nu wel beweging is in Den Haag. Hoeveel compassie heeft de rest van Nederland met Groningen? Ik heb wel het idee dat het toeneemt. Maar op het moment dat wij dat in onze energierekening gaan merken, dan ben ik daar nog heel benieuwd naar. Ja. Rob Favier heeft in de oudejaarsconferentie van Family 7 heeft hij een speciaal item gemaakt over Groningen. En de hele zaal moest gaan zingen. Groningen, ik hou van jou. Groningen, ik blijf je trouw. Maar of dat zeg maar ook daadwerkelijk in de praktijk in heel Nederland gaat gebeuren. En met name wat jij zegt, als het de portemonnee gaat raken, kon dat liedje wel eens heel gauw uitgezongen zijn. Ja, dat. Ik heb in Groningen gestudeerd, dus het heeft nog wel weer een apart plekje. Maar dat is ook niet iedereen. Ja. Nou, we hebben als Tinto natuurlijk een eigen Facebookpagina. En ik hoorde net van de redactie in mijn oortje dat zij dat filmpje over Groningen, ik blijf je trouw en ik hou van jou, dat ze dat nog eventjes op de Facebookpagina gaan zetten. Dus als mensen het gemist hebben, kunnen ze dat nog kijken. Maar het is misschien wel een oproep ook voor de mensen thuis om toch iets verder na te denken over van hoe wij zo makkelijk omgaan met gas, energie. Hè? Ja. En hoe andere mensen daar dus nu na jarenlang de dupe daarvan worden. Ja. En hoe lang het ook verzwegen is, wat de gevolgen konden zijn. Ja, nee, dat is ook zo. Ja. Nou ja, heeft u ook nieuws wat wij zouden moeten weten en wat u in de uitzending zou willen hebben? Nou, laat dan een berichtje achter op onze Facebookpagina of stuur een mailtje naar cafetinto@family7.nl. En u kunt het natuurlijk ook altijd gewoon twitteren. Dan ga ik nu in gesprek. We hadden het al over energie. Stefan, we gaan verder over energie. Want wat heeft het Nederlands Dagblad nou met energie te maken? Het Nederlands Dagblad heeft met alles wat er in de wereld gebeurt ja, te dat maken. Begrijp ik als het om nieuws gaat. Ja. Dat is onze, maar goed, de link, een vaste actie,
Energie en het Nederlands Dagblad. Vertel daar eens even over, hoe komen jullie daarbij? Nou, eigenlijk moeten we dan teruggaan naar een redactievergadering zoals we die elke week hebben. Ja. In dit geval met ons team, Team Binnenland. Schrijft ook veel voor de woensdagbijlage Leven. Dat is onze lifestyle-bijlage. En daar wilden we echt een toegankelijke serie over duurzaamheid schrijven. Zodat het zeg maar niet ver van je bedshow of onhaalbaar was. Mm-hmm. Maar gewoon echt mensen zoals jij en ik die enthousiast bezig zijn met afval scheiden of met kleding waar ze die kopen. Of nou, bijvoorbeeld ook met energie in huis of met zonnepanelen. Toen dachten we, ja, heel vaak dan schrijven we erover en voor je gevoel blijft het dan ergens hangen. Ja. En zelf merk je dat ook wel eens. Dan lees je ergens een bericht over. Of je ziet een tv-programma over. Pas nog een tv-programma over de hele bio-industrie gezien. En je ziet het. Maar vervolgens om de daad bij het woord te voegen is best lastig. Dus wij dachten, laten we dat dan proberen onze lezers daarin ook gewoon mee te nemen. En dat gezamenlijk ook te gaan doen. Precies. En ook vanuit onze christelijke identiteit vonden we dat belangrijk. En toen dachten we, als we dat dan koppelen aan de vaste actie, toch een tijd die onder steeds meer christenen wordt gebruikt om... Je bedoelt de 40 dagen tijd. De 40 dagen tijd, inderdaad. Ja. Om af te zien van bepaalde luxe en je daarin ook tot God te richten en tot jezelf. Laten we die koppeling maken. Allereerst hadden we het idee van, dan zetten we gewoon elke dag een duurzaamheidstip in de krant. Ja. Dus we schrijven over afval, we schrijven over mobiliteit, we schrijven over energie, we schrijven over kleding en over voedsel. Dus die vijf thema's, allemaal 8 tips en je bent er. Dat gaan we ook zeker doen. En er komen hele leuke verrassende tips uit naar voren. Noemen ze een verrassende tip? Even kijken hoor. Bijvoorbeeld projecten om auto's te delen en die dan ook volledig elektrisch te maken. De Utrechtse wijk Lombok, die hebben dus gewoon een aantal elektrische auto's gekocht. Die laden ze op met zonnepanelen die er ook in de wijk gesitueerd zijn. En alle wijkbewoners kunnen intekenen op die auto en kunnen ermee wegrijden. En uitstoot is nul, want het is volledig, zolang je binnen de actieradius van die accu blijft. Ja. Dat zijn gewoon hele leuke projecten waarvan we hopen, als mensen dat lezen, dat ze denken van, kunnen wij niet ook iets soortgelijks opzetten in de buurt of met een kerk? Zulke soort projecten zijn volgens mij leuk om eens over na te denken. Allemaal gericht op duurzaamheid. Ja. Ja. En daarnaast hebben we dus die actie bedacht om mensen ook echt iets meetbaars te laten doen. En dan kom je toch op energie in huis uit. Want ga autokilometers met elkaar vergelijken. Ja, of jij een hybride auto hebt of een diesel uit de jaren 80, dat scheelt nogal. Dat kun je niet zo goed met elkaar vergelijken. Of jij rundvlees en kippenvlees en dergelijke. Dat zijn ook allemaal onvergelijkbare grootheden. Dus daar wilden we... Dan kom je weer met die kilokrallen in aanraking. Ja, dat is ook goed om aandacht voor te vragen. Dat doen wij ook. Maar daarnaast dachten we van, energie in huis, dat is iets meetbaars. Ik schreef ook de eerste aflevering over een energiewedstrijd die in de gemeente Lingewaard gehouden wordt. Waar dus verschillende straten tegen elkaar een wedstrijd houden. Wie kan nu het meest besparen op zijn energierekening? Dus ik dacht, dat is eigenlijk wel leuk. Dus ik heb eens gebeld naar die organisator. Kunnen we niet iets soortgelijks doen voor de krant? Maar we wilden er dan geen wedstrijd van maken. Want om nu wie het beste kan vasten, dat voelde niet zo, niet zo goed. Dus we dachten, dan maken we gewoon een gezamenlijke doelstelling van. Gemiddeld wordt er bij die wedstrijden van Watcher, die doen het dus ook met gemeenten, wethouders die tegen elkaar wedstrijden doen en dergelijke, bedrijven. Gemiddeld wordt er 12,5% bespaard. Dus we dachten, als we nu de lat ietsjes hoger leggen, we gaan gewoon gezamenlijk voor 15%. En die uitdaging hebben we afgelopen woensdag, vorige week woensdag hebben we die in de krant gezet. Ja. En we hebben bij Groot Nieuwsradio iets over verteld. Nu kunnen we dat bij jullie doen. Ja. En langzamerhand komen de aanmeldingen leuk binnen. En, mooi. We hebben dus inmiddels 300 mensen die echt 40 dagen, of de zondag zitten oorspronkelijk niet in de 40 dagen tijd. Dus je hebt het over 46 dagen in totaal. Meegaan doen met deze actie. Oké. Nog even
uitleggen de link tussen zeg maar duurzaamheid en de 40 dagen tijd, het lijden van Christus. Mm-hmm. Hoe moet ik dat zien? De link moet je denk ik vooral zien, zeg maar het in het vasten. En het vasten is, zeg maar, of je nu afziet van... het is natuurlijk vooral afzien van een bepaalde luxe. Of het nu bepaald eten is. Geen koekjes eten zoals hier. Geen koekjes eten zoals sommige mensen. Ja. Maar wij hopen dat mensen, zeker omdat je dan zeg maar met energie, milieu bezig bent. Ook met de schepping van God. Met duurzaamheid. Hmm. Dat mensen daarin... zeg maar ook hun positie ten opzichte van God zullen ervaren. En nou ja, dat nou, misschien als je juist heel bewust zegt van... hey, we draaien vandaag de kachel niet op. Dat kun je ook opdragen aan... dat kun je natuurlijk gewoon voor jijzelf en je portemonnee... Ja. Maar kun je ook opdragen aan je schepper, aan God... en aan de schepping en de mensen om je heen, zeg maar. Ja, precies. Ja. Is deze hele actie nou alleen bedoeld voor abonnees van het Nederlands Dagblad? Of mogen andere mensen er ook aan meedoen? Nee, zeker niet. Ja, waarom zouden alleen ND-lezers dat kunnen doen? Het kon zijn dat je een bepaalde code nodig hebt. Of, ja, je hebt een bepaalde code nodig. Maar als je je aanmeldt op www.nd.nl/40dagen en dan 40 in cijfers... dan kun je daar aanmelden en iedereen kan zich aanmelden. En voor degene die geen abonnee zijn, kunnen wij de krant dan vervolgens 40 dagen digitaal aanbieden. Dus en die krijgen dan 40 dagen ook de krant gratis? Ja. Of, ja, die kun je gratis krijgen. Oh, kijk. Je kunt dus ook elke dag de tip lezen. Dus ja. Ook de Family 7-kijkers kunnen daar gebruik van maken. Geweldig. Heb jij iets met duurzaamheid? Binnen je bedrijf? Niet direct daarin. Nou is kamperen, wat wij doen, natuurlijk best wel heel basis. He, we hebben een simpele of een hele mooie tent staan. En ja, je gaat eigenlijk toch wel een stukje naar de basis terug. Op heel veel campings wordt daar wel heel veel aandacht aan besteed. Mm. He, dus hoe kunnen we beter omgaan met energie? Hoe kunnen we... He, dus met sommige campings heb je dus niet dat de douches onbeperkt zijn, maar dat je gewoon 3 of 4 minuten douchetijd hebt en dan de volgende. He, en op die manier proberen ze daar ook wel een klein beetje rekening mee te houden. Ja. De ene camping meer dan de andere camping, maar ja, dat komt daar ook wel een beetje door. En persoonlijk, zou je met zijn actie meedoen? Ja. Ik ben niet zo van dat geregeld precies daarin. Al ben ik afgelopen jaar wel eens een keer getriggerd door mijn energierekening. Ik denk van, hé, eens even kijken wat anderen in de buurt doen. Hè? Dus ja. Ook die vergelijking. En, maar we hebben sinds een tijdje een thermostaat die je dus ook in kunt stellen op tijd. Ja, dat werkt gewoon grandioos. Dat zijn dingen die je eigenlijk heel simpel neerzet. Maar iets doen met een vaste tijd en dan op energiegebied is natuurlijk heel bewust zijn. Van de omgeving en van Gods schepping. Ja. Nou, van harte uitgenodigd. Ah, ja, dat is mooi. En we krijgen de krant 40 dagen natuurlijk digitaal. En hoe kunnen mensen, zeg maar, nog meer besparen dan alleen maar met die elektrische auto's? Je had het over tips. Zijn er nog andere tips die je kan geven? Of moeten we dan eerst abonnee worden van het ND? Dat is sowieso een hele goede tip. Daar zetten ze natuurlijk dagelijks in. Ja, nee, daar komen de tips dagelijks in. Ja. En we hebben dus ook 5 afleveringen vooraf. Waarin we dus die 5 thema's die ik net noemde juist toelichten. En steeds ook 1 portret van iemand die enthousiast aan het besparen is eruit lichten. Er zat bijvoorbeeld ook een vrouw bij die... gewoon op heel weinig afval per jaar uitkomt. Ja. Door als ze gaat boodschappen doen, dan kijkt ze bijvoorbeeld van... hey, wat heb ik nodig vandaag? Ik heb kaas nodig. Nou, dan gaat ze naar de kaasboer en dan heeft ze al haar eigen kaaspapier bij zich, zeg maar. En daar mag hij het in doen. En nee, geen verpakking alstublieft. Ja. In de supermarkt zijn ze inmiddels ook al aan haar gewend dat...
de producten die ze koopt vooral niet ingepakt moeten zijn. En daarmee wil ze dus ook een statement afgeven. Dat natuurlijk heel veel producten onnodig ingepakt zijn. Soms zelfs de komkommer al in een plasticje zit. Terwijl die toch gewoon, maar gaan de meeste mensen niet gewoon voor gemakzucht? Dat denk ik wel. En daarom is het ook goed om af en toe eens te lezen hoe, hoe gewend je bent geraakt aan... soms dient een papiertje alleen maar om, om de commercie te dienen. even te laten zien, hey, dit is de fabrikant, dit is het merk. Ja. Terwijl het uiteindelijk geen doel dient. En als wij nadenken, en dat is ook een van de lessen die ik wel eruit haal. Want zelf leer je ook gewoon als je aan het schrijven bent. Ja, over dat soort dingen. Dat is het leuke van het vak. De eerste zegen is voor jezelf. Ja, nee, zeker. Dat je... als consumenten ook sterk kunt zijn als je je laat horen. Als jij niks laat horen, als jij maar gewoon allemaal zegt van... oh ja, prima, dat zit eromheen en dat zal er wel bij horen. Dan, en dan laten die fabrikanten, die laten dat natuurlijk lekker doorgaan. Maar als consumenten echt zich laten horen en af en toe eens maar dan een moet je wel schrijven. Dat wel massaal doen, want van één klacht zullen ze niet omvallen, denk ik. Nee, maar als iedereen dat denkt, dan gaat er sowieso niet iets klopt, gebeuren. Dat klopt. Ik vind bijvoorbeeld een programma als Keuringsdienst van Waarden. Als je dat kijkt, die bellen gewoon op de Bonnefoy de verschillende klantenservices op. Ja. En soms staan ze er met een mond vol tanden. Maar als ze dat regelmatig doen, als iedereen dat soort kritische vragen gaat stellen, dan denk ik dat, dat je daar toch wel een antwoord op moet formuleren. En als je het inderdaad gezamenlijk doet, dan sta je sterker natuurlijk als, als consument. Hoe reageren de abonnees op jullie actie? Los van het feit of ze wel of niet meedoen. Mm-hmm. Maar zijn er wel eens mensen die zeg maar, zelf met tips gaan komen... of prachtige verhalen hebben over hoe zij energie besparen? Ja, we krijgen van verschillende abonnees krijgen we reacties binnen. Vandaag kreeg nog een reactie binnen van iemand die... die had afgelopen zomer besloten dat hij voorlopig voor het laatst een grijze container aan de weg gezet had. Dus inderdaad zijn afval ging proberen te verminderen. En vanaf juli had hij nu één keer zijn container aan de weg gezet. En ondertussen keek hij lachend naar de buurman die 3,50 per leging betaalt. Hij was gewoon heel bewust aan de slag gegaan. En hij had gewoon geen afval meer. Hij had geen afval meer. Ik geloof dat hij... één klein pedaalemmerzakje per 2 weken had of zo. Nou ja, dan duurt het lang voordat het zo'n container vol zit. Ja, dat klopt. En het is leuk om te zien hoe mensen gewoon door gewoon heel simpel aan de slag te gaan. En het hoeft helemaal niet iets verhevens te zijn of geen geitenwolle sok. Zoals sommige mensen dat dan vervolgens ook. Ik ben echt geen geitenwolle sok, maar... En dan komt het verhaal wat ze aan het doen zijn. En, gewoon hele leuke resultaten kunnen boeken. Het mooie is natuurlijk dat... met de afvalscheiding zoals ze eigenlijk nu is... Hè, met plastic, met zoveel dingen... dan krijg je al automatisch al veel minder restafval in de containers. Ja, maar waar ik wel moeite mee heb persoonlijk... Hè, is dat ik niet de indruk heb dat wij minder zijn gaan betalen voor het afval... terwijl we wel een hoop extra moeten doen. We moeten zelf het plastic wegbrengen. We moeten zelf naar de kranten. Die gaan dan nog in een container. Maar wat ik hoor alle verhalen van dat zelfs zeg maar de grijze container... dat je die spullen al weg moet gaan brengen. En de rekening wordt volgens mij niet echt lager. De rekening voor het natuur, voor het milieu wordt lager. Dus dat moet de eerste drijfveer zijn, denk ik. Het is natuurlijk goed om kritisch te kijken naar de gemeentelijke overheid... of die dan vervolgens... Volgens mij is het gewoon een hele slimme move. Hè? Ze zetten jou aan het werk, dus er hoeven minder arbeidskracht opgezet te worden. En per saldo, wie verdient er nou eigenlijk aan? Nou, is dat zo. In de jaren 80 kwam er 1 keer per week een vuilniswagen langs. Mm-hmm. Omdat we alles gewoon in één grote zak gooiden. Nu komt er wel 3 keer per week een vuilniswagen langs. Want er komt eentje voor het groen afval, eentje voor het plastic en eentje voor het restafval. Dus er zijn 3 keer vuilnismannen nodig om dat rondje door de wijk te maken. Dus dan wordt het weer duurder. Dat is net hoe je het bekijkt natuurlijk. Ja. Ik dacht dat het de ene week de grijs is en de andere week de groen. En althans hier in Apeldoorn zo. Dat is bij ons ook zo. Ja. De ene week de grijs en dan de groene. En dan heb je dus ook nog, of we hebben dan een bruine. Maar dan heb je dus ook één keer in de zoveel tijd op zaterdag... komen ze dan de papierkliko leeg. Ja, in Putten werken we nog met vuilniszakken. Ik geloof zo'n beetje de enige gemeente in Nederland. Kijk aan. Nou ja, er is in ieder geval een hoop te doen op het gebied van bezuinigen. En het scheelt mensen natuurlijk ook in de portemonnee. Ja. Uiteindelijk.
Ja, dus het is niet zo dat deze actie hun iets kost, maar het levert ze ook wat op. Ja, zeker. Als je een gemiddeld huishouden, als die 15% energie bespaart, dan komt die tussen de 80 en de 100 euro per jaar goedkoper uit op zijn energierekening. Ja, ja, dan kun je toch weer even lekker van gaan eten. Meegenomen. Ja, dat lijkt mij. Als mensen meer informatie willen hebben over jullie actie, waar kunnen ze dan terecht? Je kunt het beste terecht op www.nd.nl/40dagen en dan dus 40 in cijfers. Er staan ook de artikelen die we tot nu toe gepubliceerd hebben, waar je gewoon gratis bij kan. En daar kun je dus ook aanmelden voor de actie. Dus zou ik zeker doen. Oké, en hoeveel mensen denk jij uiteindelijk dat er mee gaan doen? Als we 500 halen, vinden we dat wel een hele mooie score. Okay, dan gaan we ook substantieel CO2 besparen. Ja, precies. En tot wanneer kunnen mensen zich aanmelden? Mensen kunnen zich aanmelden tot 18 februari. De dag dat de 40 dagen tijd dan begint. Ja. De 40 dagen tijd. Tot die dag kan men dat doen. Heb jij een gebedspunt? Ja. Ik heb zitten denken van... ik wil het wel in het verlengde van de actie ook leggen. En we zijn nu wel ook heel erg bezig met hoe wij met duurzaamheid omgaan. Maar de serie gaat ook over de ecologische voetafdruk die gewoon veel te hoog is in Nederland. Maar over het algemeen wordt de rekening daarvoor betaald. Juist in andere landen waar de afvalbergen hoog zijn, waar mensen daarmee geconfronteerd worden. Mm. Dus, ik zou willen bidden of God juist bij die mensen wil zijn, maar of hij ook ons bewogenheid wil geven. Juist voor de mensen in de derde wereld. Voor de mensen in de derde wereld. Ja. En ook op het moment dat wij consumeren, dat wij niet alleen aan onszelf denken, maar precies, ook aan die mensen daar. Ja. Nou, we zetten alle gebedspunten straks nog op een rij aan het eind van deze uitzending. En dan gaan we nu kijken naar een filmpje over Valentijnsdag. It was just this connection that him and I had. Like something drew me to you, and I know you're it. And that's just how it was. I showed up to the party with my best friend, but I walked away with two best friends. A few years later, he told me that he told his best friend, "That's gonna be my wife. I know we're young, I know we're only 15, but I'm gonna marry her. That's the love of my life." We just clicked and... she's gonna come back to me. And he was right. How often do you say, "I love you"? Maybe at the end of the day, I could express it just a little bit more. I tell her every single day. Send him random text messages. "Hey baby, I love you." It's why I am the way I am. So how would you describe your feelings without using the word love? It's just this little excitement that every time I see him, he creates. So it's like a spark that doesn't die out. I can ramble off 100 feelings, but not one would exactly describe what she is. You're my knight in shining armor. I probably would just be that same little girl stuck in Flatbush, Brooklyn. All the times in our 15 years of marriage that I just wanted to say thank you. I'm your support in anything and everything you do, you know, because I know that everything he's ever done has always been for us. I'm here for the long haul, and it's just a connection that... there are times where I'll just walk through the house and I'll stop. Like, how am I this lucky? Thank you for putting family first. My kids have that daddy there. They have the daddies that many kids like myself wish that they had. There is no one else on this planet that is an equal for me like you are. Nou, Valentijnsdag, volgende week alweer. Reactie op het filmpje? Ja, mooi hoe ze hun liefde voor elkaar omschrijven. Dat is altijd mooi om te zien. Heel moeilijk als je dus het woord liefde niet meer mag gebruiken. Hè? Dat is een belangrijk woord eigenlijk. Hè? Dat is echt wel... Hoe zou jij dat doen? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Val ik je mee. Ja, maar dat geeft ik. Het is op zich... ja, liefde vind ik ook iets wat je moet laten zien.
In de dingen die je doet, hoe je ze doet, waar je mee bezig bent. En er zijn natuurlijk heel veel dingen om te zeggen of joh, ik geef om je. Of ik wil er zijn als je me nodig hebt. Dat straalt natuurlijk ook een liefde uit voor elkaar. Ja. Hebben jullie iets met Vadersdag? Nee, niet echt. Ja, zo af en toe doen we eens een keer iets extra's. Of een kaartje aan mijn vrouw. Of, dat zijn leuke dingen, daar moet je gewoon mee pakken. Bosje bloemen. Ja, maar daar hoeft Valentijn niet alleen voor te zijn. Hè? Nee, dat kan juist op andere dagen. Dat kun je juist op andere dagen doen. Vaak zijn de bloemen beter op andere dagen. Want, ja. Goed, we gaan langzamerhand richting de reclame. En we komen straks natuurlijk bij u terug. We hopen dat dan onze derde gast ook inmiddels gearriveerd is en ingevlogen is. Maar we gaan zeker praten met jou over Happy Tent. En over kamperen en over Europa. Dus blijf kijken. Neem alvast een kop koffie en we zien u zo terug.